Ik ga vandaag de straat op en alles wat mensen kunnen raden wat ik ga tekenen, moet ik gaan kopen voor ze. Ben je er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Dus kijk wat het is, kijk wat het is. Het is de duurste ronde. Ja! Ik heb het goed geraden! En superleuk dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En ik en Paco kunnen jullie natuurlijk... Wat ben ik aan het doen hier? Ik en Paco kunnen jullie natuurlijk vertellen, dit wordt niet zomaar een video, maar een hele speciale video. Ik ga vandaag namelijk de straat op en alles wat mensen kunnen raden wat ik ga tekenen op dit bord, moet ik gaan kopen voor ze. Ja, Paco, hier ga ik heel veel spijt van krijgen, ik weet het. Hebben jullie nou heel erg veel zin in deze video? Doe dan vooral eventjes vast een duimpje omhoog. Laten we gaan voor de 22.000 duimpjes. Dat moet wel lukken, toch? En ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan hier beneden eventjes en druk gelijk eventjes op het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video, elke dinsdagavond om 7 uur. En heb je dat nu net gedaan? Welkom in de Gewoon Thomas familie. Volgens mij slaap jij bijna. Jij slaapt bijna. Nou, maar jij mag lekker gaan slapen, want ik ga namelijk nu de straat op om heel veel geld uit te geven. Laten we vertrekken. Ik sta in de stad en ik kan je vertellen, ik vind het wel ergens een klein beetje spannend, want dit is de eerste keer dat ik de challenges die ik op mijn YouTube kanaal uitvoer op straat ga uitvoeren. En dus niet met een andere YouTuber of een bekende of een vriend of vriendin, maar met jullie. Dus het kan goed zijn als je hier nu naar kijkt dat je mij bent tegengekomen en dat jij iets hebt gewonnen omdat je hebt geraden wat ik tekende. Ik ga het eerst even kort en krachtig voor jullie uitleggen, want Rutger heeft een aantal producten bedacht die ik zo meteen moet gaan tekenen. Nou ben ik niet echt een tekenwonder, dus bereid je vast voor. Raad de persoon op straat binnen 10 seconden wat ik teken, dan moet ik dat product voor die persoon kopen. We beginnen met wat goedkopere producten en uiteindelijk eindigen we met een heel duur product. Vervolgens als bewijs, natuurlijk om wel eventjes alles eerlijk te spelen, krijg ik van de cameraman een papiertje op straat wat ik moest tekenen. Ik ben heel benieuwd of ik überhaupt iemand kan vinden die met mij deze challenge wil gaan spelen. En ik ben heel erg benieuwd, en dat is gelijk een goede vraag voor jullie. Laat even weten hier beneden in de reacties. Hoeveel gaat deze video mij kosten? Hoeveel mensen gaan dus eigenlijk raden wat ik teken? Ik hoop heel weinig. Misschien is het wel 10 euro, misschien is het wel 50 euro, misschien is het wel 100 euro. Laat het even achter in de reacties. En ik ga weer wat hartjes, duimpjes en reacties op jullie reacties achterlaten. Dan is het nu tijd om iemand te gaan zoeken. Ik kan het nog steeds niet. Trouwens jongens, even een shout-out naar mijn geweldige tekenblok met een unicorn. Oh wacht, alpaca unicorn. Oh, ik ben een beetje bang dat ik mensen hiermee afschrik in plaats van dat mensen met mij een challenge willen uitvoeren. Het is ook nog Prinsjesdag, de koning is veel boeiender vandaag. Jongens, ik heb vrienden gevonden. Tenminste, ik denk dat ik vrienden heb gevonden, ja? Zijn mijn vrienden? Ja. Ik ben bezig met een challenge. Willen jullie met mij meespelen? Ja. Ze zeggen al ja voor ik even vertel wat ik ga doen. Oké, ik ga zo meteen iets tekenen en jullie krijgen 10 seconden de tijd om te raden wat ik teken. Hebben jullie het goed geraden? Dan moet ik dit voor jullie kopen. Oké. Durven jullie dat? Kunnen jullie een beetje... Ik kan trouwens niet tekenen, laat ik dat even voorop zeggen. Met 10 seconden maar. Okay. Dit is de allereerste ronde, wil jij meespelen? Dan kan dat hier natuurlijk in de reacties. Doe gewoon lekker mee. Maar ik ga het niet voor je kopen als je het raadt. Ja. Ik krijg even van de cameraman nu te horen wat ik moet gaan tekenen. Wat is de eerste? Jij kan een seconde bijhouden op de camera, hè? Mag ik het aftellen? Ik ben zenuwachtig. 3, 2, 1, tijd gaat in. Oh god, ik kan niet tekenen. Nee. Jongens, kijk wat het is, kijk wat het is. Dus, een hint ga ik erbij geven. Lekker, ja. Oh, hoe doe je dit? Oh, wacht. Nee. Ja, hoe teken je dit? Wat is het voor raar idee? Dit moet een zeepje voorstellen. Een zeepje? Anders ging ik naar Lush met jullie. Hoe doe je dit? Hoe teken je een zeepje? Ik had het ook ongeveer zo. Zoiets of zo. Het is net alsof je een alien gaat neerdalen in Nederland ineens. Nou ja, jongens, het spijt me. Ik ga kijken of iemand anders het kan raden de volgende ronde. Nee, we gaan nog even wandelen. Oh, ik heb het antwoord niet laten zien, jongens. Nog even ter bewijs. Opdracht 1 was zeep. Ik kom net van Willem-Alexander vandaag. Het is zijn dag eigenlijk, maar loop ik de meet and greet weer. Het is tijd voor de volgende tekenronde. De eerste ging niet heel erg goed, maar ja, ik ben geen tekenwonder. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb twee nieuwe slachtoffers gevonden. Jij bent? Tom. En Ede. Ik ben dus een challenge aan het spelen dat ik iets moet gaan tekenen in 10 seconden. En als jullie raden wat ik teken, dan moet ik het voor jullie gaan kopen. Okay. Ik weet alleen niet wat ik moet gaan tekenen, dus geef aan de cameraman luisteren. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Nee, jullie mogen samen raden. Ik hoop het voor jullie alle twee dan. 3, 2, 1. Jongens, raad. Wat voor drankje? Wat voor drankje? Nee. Hoe teken ik dit? Nee. Ga door. Ja, koffie! Sorry, ik ben heel blij. Je hebt het gedaan. Oh, nou, dan krijg jij van mijn handen een drankje. Oh. Het is gelukt, er is er eindelijk eentje geraad. Ik sta ook helemaal van gek, omdat niemand raadt wat ik teken. Maar dit lijkt aardige koffie, toch? Ja. En natuurlijk gaan we koffie halen bij mijn favoriete keten, de Starbucks. En zijn jullie blij met je koffie? Ja, jij lust geen koffie, dus dit is iets anders geworden. Ik heb helaas geen koffie, want ik ga door naar de volgende tekenronde. En nog even als bewijs, het was echt koffie.
Zo, special afgelopen. En weer door. Daar zijn we weer met Emily, toch? Ja. Ja, en Emily die wil met mij de challenge gaan spelen. Ik ga zo meteen iets tekenen. En als jij binnen 10 seconden raadt wat ik teken, dan ga ik het voor jou kopen. Vind je dat leuk? Ja. Denk je dat ik een beetje goed kan tekenen? Beetje. Oh, dat is dus het beeld wat de kijkers dus nu van mij hebben. Goed, oké. Ik ga beginnen. Ik krijg nog eventjes van de cameraman te horen wat ik moet gaan tekenen. Oh ja, oké. Heb je het niet gehoord? Nee. Oké, nou, ik ga zo aftellen. Ik krijg 10 seconden om te raden en ik krijg 10 seconden om het te tekenen. Ben je er klaar voor? Goed opletten, hè? 3, 2, 1. Wat is het? Wat is het? Een lolly. Een lolly! Ben je blij? Ik denk dat ik voor deze lolly ga. Ik hoop dat die groot genoeg is. Ja, die moet groot genoeg zijn. Ik hoop dat deze lolly groot genoeg voor je is. Is die groot genoeg? Kijk eens. En doe er niet te snel mee, hè. Ik dacht dat ik lang was. Dankjewel. Yes, fijne prinses. Nog even als bewijs. Het was een lolly. Ik wil graag een shout-out doen naar mijn broer en naar mijn hele familie Delft en naar het Alphen. Shout-out naar Iwa, shout-out naar Mia, shout-out naar Yusri en shout-out naar Israël. En dat is allemaal. Ik heb 2 nieuwe slachtoffers. Ik zeg ook eens slachtoffers, maar eigenlijk zijn jullie geen slachtoffers. Want als jullie het goed raden, dan heb je iets gewonnen. Ik ga het even uitleggen. Ik krijg zo meteen 10 seconden om iets te tekenen. Ik ga met één iemand spelen. Met wie ga ik het spelen? Ik wil wel raden. Ja? Wie het raadt, krijgt wat ik teken. Ik ben op dit moment heel bang, want de producten tot nu toe waren redelijk goedkoop. Maar Rutger heeft bepaald dat het per ronde duurder gaat worden. En jullie zijn nu volgens mij op mijn hoofd de 4e ronde. Dus ik ga even luisteren wat ik moet gaan tekenen. Oh god, oké. Dit wordt erg. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ik weet echt niet hoe ik dit teken. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Oh, ik weet het niet. Een schoen? Ja, dat is goed. Ik moet schoenen voor je gaan kopen. Dit is mijn schoen. Zo teken ik een schoen. Nou, zullen we schoenen gaan kopen? Ja. Op naar de schoenenwinkel. Gezellig shoppen met de meiden. Even als bewijs, jongens. Schoenen. En het is een heel gek idee dat er hier achter mij geshopt wordt met mijn portemonnee. Jij hebt deze prachtige schoenen uitgekozen van €44,95. Deze zijn voor jou. Dank je. Ik hoop dat je er heel erg blij mee bent. Ja, super. Dan ga ik nu weer verder met de volgende ronde. Ik ben super zenuwachtig, want ik heb tot nu toe koffie moeten kopen. Ik heb een lolly moeten kopen en uiteindelijk dus ook schoenen moeten kopen. Ik heb al aardig wat uitgegeven, maar er moet nog 1 ronde worden gespeeld. En dit is de duurste ronde. Ik weet niet wat ik nu moet gaan tekenen, maar ik weet wel dat ik het alleen kan gaan kopen bij die winkel. Ik vind het echt zo spannend, want ik ga dus zo meteen iets tekenen. Het is blijkbaar iets duurs en dat ga ik betalen voor iemand die ik niet ken. En ik weet nog niet met wie ik het ga spelen. Uiteindelijk heb ik al best veel uitgegeven tot nu toe. Hè? Ik denk al 44 euro. Ik denk dat ik al redelijk over de €60 heen zit. Ik moet gewoon andere challenges gaan bedenken. Ik heb 2 hele lieve mensen gevonden. Ik sta hier met... Sophie. En... Danilo. Ik wil jullie vragen, vinden jullie het leuk om met mij een challenge te spelen? Ja. Ik ga zo meteen iets tekenen. Als jullie raden binnen 10 seconden wat ik heb getekend, dan moet ik dat voor jullie gaan kopen. Maar ik ga met 1 iemand spelen, want het is de duurste ronde. Ga ik met jou spelen? Oké, daar gaan we. Ik ga even vragen aan cameraman wat ik moet gaan tekenen. Oh mijn god. Dit is echt heel moeilijk. Rut, waarom heb je dit bedacht? Als jullie dit raden, dan hebben jullie een hele leuke dag, denk ik. Zijn jullie klaar voor? Ga jij meeraden? Ja. Oké, kom dichterbij staan. Daar gaan we. Mag ik een keer oefenen? Shit. 3, 2, 1. Tas? Zeg het iets, zeg het iets. Oh god. Kan je het raden? Nee. Raad. Nintendo. Nintendo Switch. Ja! Yeah. Ik moet een Nintendo Switch voor jou gaan kopen. Heb je er al een? Nee. Maar dat komt wel goed uit. Laten we een Nintendo Switch gaan kopen. Jullie zijn een tweeling. Wat leuk, een tweeling. Dus jullie kunnen echt samen gaan spelen ermee. Ja. Dit is wel echt de juiste winnaar, jongens. Even om te bewijzen, ik moest echt van Rutger een Nintendo Switch tekenen. En jullie hebben het dus gewoon geraden, dus voor deze. Deze Nintendo Switch is voor jullie. Yeah. Hoe blij zijn jullie? Heel blij. Ik ben heel benieuwd hoe jullie ouders gaan reageren als jullie thuis komen. Ik speel samen lekker met Nintendo Switch. Dan ga ik tellen hoeveel geld ik nog over heb naar deze video. Knuffel geven.
Nou, heel veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Ik moet eventjes bijkomen, kan ik je eerlijk vertellen, want dit was echt een hele heftige challenge. Maar ik kan ook vertellen dat ik het heel erg leuk vond om deze challenge te doen. Het waren alleen maar leuke mensen en om die blije gezichten te zien toen ik iets voor hun moest kopen, maakt het toch wel een beetje goed dat het me heel veel geld kostte. Daarover gesproken, ik vroeg aan het begin van de video hoeveel jullie denken dat deze video mij gaat kosten. Ik heb het net even voor jullie opgeteld en deze video kostte maar liefst €386,94. Oh my god. Ik schrok echt toen die Nintendo Switch werd geraden. Ik snap echt niet dat je dat herkende in mijn tekening. Vond jij nou leuk dat ik deze challenge een keer op straat deed? Laat het dan vooral even weten, want misschien ga ik het vaker doen en misschien ben jij wel de volgende met wie ik deze challenge ga uitvoeren. Die vond het waarschijnlijk heel erg leuk. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan natuurlijk hier beneden even. En vergeet niet op het belletje drukken, want volgende week dinsdag om 7 uur in de avond is er weer een splinternieuwe video. Tot volgende week. Au, doei.